op bezoek bij de burgemeester en samen ontbijten. Wie had dat verwacht? Kinderen van groep 4 van basisschool Maria Bernadette zijn uitgenodigd om te gaan ontbijten in het statige oude raadhuis in Leidschendam. Dit in het kader van het burgemeestersontbijt dat in zo'n 200 gemeenten plaatsvindt. De kinderen ontvangen van burgemeester Bel een ontbijtspakket die voldoet aan de actuele richtlijnen van het voedingscentrum. Gezond volkoren brood, beleg en fruit. Vinden de kinderen dat ook lekker? Een boterham met kaas, yoghurt met crust, een boterham met nog een keer kaas en ik had nog een boterham met boter. Ga jij altijd met ontbijt naar school? Ja. Volle maag? En eet je dan elke dag een appel? Bijna elke dag. Bijna elke dag? Oké. De kinderen hadden er helemaal zin in en ook allemaal vragen gesteld aan de burgemeester, dus dat was wel heel erg leuk. En het is een geweldige ervaring, moet ik zeggen. De kinderen heel enthousiast, een beetje nieuwsgierig ook en opgewonden. En dat is hartstikke leuk om te doen. En waarom is het zo belangrijk? Nou, de kinderen die moeten gewoon goed ontbijten en gezond ontbijten. Omdat ze de hele dag door moeten nadenken. En ze hebben energie daarvoor wel nodig. Dus het is gewoon goed om stevig te ontbijten. En ja, we hebben ook om 10 uur ook, hebben ze ook altijd weer even een moment dat ze even kunnen spelen. En ook even een 10 uurtje kunnen eten. En hebben we sowieso 1 dag in de week is een water- en fruitdag. Zodat de kinderen dan fruit eten. En je merkt nu dat ze eigenlijk iedere dag fruit meenemen naar school toe. Dus dat is wel een goede ontwikkeling. En maakt de gemeente zich zorgen dat er te veel kinderen zonder ontbijt naar school toe gaan? Nou, we denken daar wel eens over na, omdat je toch steeds meer ook in de pers ziet dat dat niet altijd vanzelfsprekend meer is. Hè? Dus dat je zou moeten nadenken of je ontbijt of lunches verschaft op school. En ik denk dat we daar dan ook positief tegenaan zouden moeten kijken. Kijk, uiteindelijk is Leidschendam-Voorburg een gemeente als elke andere gemeente. En komen de dingen die elders gebeuren ook hiervoor. Dus het is zeker wel iets wat in onze aandacht zit, ja. Er wordt niets verspeeld. Wat de kinderen niet op konden eten bij het ontbijt, nemen ze mee naar school. Zo, heb jij nog steeds honger? Ja, echt nog steeds. Wij nemen altijd verkoren van de molen. Oh. En is dat is gezonder dan het andere brood? Ja. En waarom is dat gezonder? Dat weet je, bruin brood is, denk ik. Omdat het verkoren is. De gemeente is 5 jaar een JOGG-gemeente en voeren hun activiteiten uit onder de naam Goed Bezig. Onder het motto Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. In hoeverre worden ouders betrokken bij de campagne? We hebben, nadat de kinderen hier hebben ontbeten en ze dat ook op school hebben besproken hoe belangrijk dat is, hebben de kinderen een flyer meegekregen waarin staat alle richtlijnen gezonde voeding voor kinderen op de basisschool, waar ook in staat dat wat je kan ontbijten, niet alleen hoe dat je moet ontbijten, maar ook wat je moet ontbijten. Maar ook de rest van de dag wat je moet eten of wat goed is om te eten.